Aan tafel in onze studio zit nu Rob Verheijen van het CDA. Rob, je hebt een folder voor je liggen, een flyer moet ik zeggen. Een flyer, ja, flyerkaart. Laten we meteen eens in het diepe duiken. In het diepe. Sterk en maatwerk. Ja. Nou, wat betekent dat? Wat houdt dat in? Dat is leuk dat je dat vraagt, want sommige mensen die hebben daar een eigen beeld bij, maar heel veel mensen die vragen inderdaad naar de betekenis van, ja, van die slogan. Want er zal lang over nagedacht zijn. Nou, we hebben heel lang over een slogan gedacht, totdat we met het team bij elkaar zaten. Dat was hier in Millingen, niet zo ver hier vandaan. En toen kwam ik in één keer met de gedachte van, al jarenlang, al 12 jaar lang zit ik in de politiek, zoek ik iedere keer naar oplossingen. Mm-hmm. En ben ook niet te beroerd om maatwerk te leveren. En een aantal wethouders die tijdens de politieke debatten, wordt het iedere keer weer het maatwerk van het CDA. En tegenwoordig is maatwerk behoorlijk geïntegreerd in allerlei beleidsstukken. Dus, okay. Dat klinkt voor mij een beetje vaag. Is maatwerk, is in beleidsstukken? Nou, dat wil in ieder geval zeggen dat je niet te beroerd moet zijn om, als er een probleem ligt, of je moet ergens een oplossing voor vinden, om daar ook daadwerkelijk maatwerk voor te leveren. En mm-hmm. Met die fusie die we achter de rug hebben en waar we eigenlijk nog in zitten, komt dat steeds aan de orde. Want je ziet gewoon dat heel veel verenigingen of instellingen gelijk zijn in de gemeente. Maar sommige zijn meer gelijk dan anderen, zoals George Orwell altijd zei. Ja. En wat ons betreft moet je gewoon, zeg maar voor het algemeen belang, alles eerlijk delen. En dat betekent wel eens dat je echt maatwerk moet leveren. Dus alles eerlijk delen, dat is een oude kreet van Joop den Uyl. Nou, dat kan best. Joop was een slimme man en een hart en nieren, okay, een sociaal democraat. Ja. Die democratie, die sociale context kennen wij in het CDA natuurlijk ook. Oké, okay. Laten we eens terug aan 12 jaar geleden, ja, toen ben je de politiek ingerold. Klopt. Hoe is dat zo gekomen? Dat was wel leuk. Ik was heel in Bergendal, waar ik woon, behoorlijk actief, maatschappelijk actief. Bij Bergendals Bloei, voorzitter van de dorpsraad. En uiteindelijk kwam Jan Poelen, helaas vorig jaar in januari overleden. Collega raadslid, mijn politieke leermeester eigenlijk. Mm-hmm. En Nestor van de Raad. Die kwam bij me en die zegt van, goh, heb je een paar uurtjes over om de politiek te gaan bedrijven. Ik wil je het vak leren en jij lijkt me wel geschikt, omdat je niet te beroerd bent om voor je mening op te komen en dat ook nog argumenten onder te leggen. Ja. Nou, die paar uurtjes werden ik moet heel eerlijk zeggen dat ik werk in het dagelijks leven bij de politie. Toch een 40 uur in de week en ik besteed toch wel 30 uur in de week aan het werk voor het CDA. Ja. Dat is wel het voordeel dat je een landelijke partij bent. Maar dat betekent daarvan ook, zeggen de lokale partijen dat het een nadeel is. Nou ja, of het nou een nadeel of een voordeel, ik kan alleen maar aangeven dat het voor mij een voordeel is. Want ik heb twee provinciebestuurders en de staten waar ik mee in contact sta. En al een jaar of 10 zit ik in de adviesgroep voor de Tweede Kamer. Justitie en Veiligheid heet dat tegenwoordig. VNJ hoorde dat vroeger. En dat betekent dat je wel je netwerk moet onderhouden. Mm-hmm. Maar de nadruk ligt toch wel op de lokale politiek. Ja. En we verschillen nog wel eens van mening. Hè. De regering is wat mee gegaan in het drugsbeleid, ik noem maar even wat. Ja. Dat is wat versoepeld en ze willen wat proberen met de wietproef, zeg maar. Ja. Nou, ik ben moordicus tegen alle vormen van middelengebruik. Ja. En daar verschillen wij in en dat kunnen we ook. We krijgen ook die ruimte lokaal om daarin te verschillen. Ja. Okay. Ja. Ik las jullie programma. Mm-hmm. En ik was eerlijk gezegd aangenaam verrast dat jullie als partij willen dat de Rozet weer gemeentenieuws gaat publiceren. Nou, zo aangenaam verrast hoef je niet te zijn, want ik was aangenaam verrast. Heb je nooit nieuws over het hele proces gevolgd toen de tijd? Jazeker. In 2015, toen ervoor gekozen werd om iedere week het gemeentenieuws te publiceren. Nou, daarmee werd een gerenommeerd blad, huis en huisblad, de Rozet buitenspel gezet. En ik heb dat
nooit eerlijk gevonden. Ik heb er altijd voor gestreden en ook bij de komst van de nieuwe burgemeester hebben we daar nog wat over geroepen. Maar ik stond daar relatief alleen in. Okay. En op dit moment heb ik het idee dat er politiek draagvlak is. En ik schrijf ook zeg maar onder het kopje financiën, gemeente, de dienstbaarheid. Van goh, waarom geen ruimte voor twee bladen, het gemeentenieuws. Ja. En nou, dan kunnen mensen, ze worden overal verspreid. Rosette, heb ik begrepen, wordt wat beter verspreid op dit moment dan het gemeentenieuws. Ja. Maar één keer in de twee weken is voldoende. Dan kunnen we ook misschien wat meer aandacht besteden aan de cyclus. Dan kan de raad daar wat meer cachet aan geven. Dus ik heb daar wel ideeën over. En ik krijg de indruk dat er ook wel politiek draagvlak is. Ja. Om in ieder geval de Rosette te waarderen voor datgene wat ze doet. Ja. Ja. Voordat we hier aan tafel zaten, keek ik naar Eén Vandaag. Ja. Dat ging ook over de gemeenteraadsverkiezingen en met het straatinterviewtje. En daar zei iemand van, ach ja, die lokale politici roepen voor de verkiezingen dit en na de verkiezingen doen ze dat. Ja. Is dat het beeld wat een beetje in Bergendal ook bestaat? Nou ja, de burger heeft altijd gelijk natuurlijk. Hè? Maar ja, ik heb wel een beeld dat lokale politiek zeer intensief is. Het is moeilijk om mensen te vinden om politiek te gaan bedrijven, omdat dat heel veel tijd vergt. Zeker de verbinding naar de samenleving, dat is moeilijk. Maar ik denk wel dat wij, en dan heb ik het over de gemeenteraad, over het college, over het ambtelijk apparaat, meer naar buiten gericht moeten zijn. Ja. En daar zijn we wel naar op zoek. Nou, het CDA is heel goed naar buiten gericht nu, hè? Want als je de Zevenheuvelenweg op de weg in de polder in. Ja, alle 13 goed. Hè? Nou, en Leslie van de PvdA, die staat er mooi in de front. Dus okay. Ik word vergezeld met een mooie dame. Dat vind ik wel mooi, dat die ook in de wei staat, zeg maar. Ja. Ja. Hey, die flyer. Ja. Die gaat verdeeld worden of verspreid worden? Nou, het is de bedoeling. We hebben een aantal flyers. De bedoeling dat bij ieder contact, en dat is al twee weken zo, dat wij de flyers achterlaten. Maar de bedoeling van zo'n flyer met een aantal topics, we hebben negen hoofdstukken in ons programma, om het gesprek aan te gaan. Ja, ja. Het met elkaar te hebben over van, nou, en wat wil je nu? En, en dan komt vanzelf aan de orde van, wat heb je nu bereikt? Hè? Voor ons was een heel belangrijk punt, lage lasten. Ja. Die zijn helaas niet zo laag gebleven zoals ik gedacht had. Omdat, zeg maar, de afvalstoffenheffing te hoog was in mijn optiek. Mm-hmm. En ook vooral de rioolheffing, die 5% verhoging structureel, die was niet nodig geweest. Nee. Daar gaan we wat aan doen. Maar de OZB is mooi bevroren gebleven. Okay. Dat zat wat mij betreft in beton gegoten. Okay. Alleen de index is natuurlijk berekend en dat is altijd zo. Dat je, ja. Ja. Maar lage lasten is, het staat ook vooraan als eerste hoofdstuk, omdat alles met financiën te maken heeft. En we hebben gelukkig een goede wethouder die daar goed op de centjes heeft gepast. Okay. Alles heeft ook met tijd te maken en onze tijd zit erop. Ja. Maar toch nog een laatste vraag. Ja. Heel in het kort, wat maakt het CDA anders dan de andere partijen? Het CDA is breed georiënteerd. Dus wij hebben een kandidatenlijst die over de hele gemeente actief is. Wij hebben oog en oor voor alle kernen. Dus wij willen ook vanuit onze grondwaarden kijken dat alle voorzieningen goed zijn. En wat werkt. En dan zeggen de lokale partijen, ja, dat is heel erg lastig, dat we ook provinciale contacten hebben, ook internationale contacten en landelijk, omdat het vaak heel erg belangrijk is als je hier wat wil, en zeker als het gaat om infrastructuur of andere dingen die toch wel landelijk in de weg zitten, waar iedereen last van heeft, dan moet je dat netwerk aanboren. En dat is een groot voordeel. En wij zijn niet een partij die op afstand staat, maar het is wel. Wij zijn een landelijke partij die in de samenleving geworteld is. En, Mag ik je bedanken? Okay. Heel graag gedaan. En succes. Dankjewel.